Daar zijn we weer, dames en heren. Nu met de introductie van een nieuwe Dacia. Dan zul je misschien denken, nou, hoe kun je daar zo enthousiast over zijn? Nou ja, Dacia is op zich sowieso wel een leuk merk, value for money. Maar zoals je hier nu achter mij kunt zien, is het ook wel een stoere, gave auto geworden. Dit is niet een nieuwe Duster of opvolger ervan of helemaal geen jogger. Even zitten. Dit is gewoon een conceptcar. Laat ons even zien in ieder geval waar Dacia mee bezig is, waar zij aan denken en wat we misschien in de toekomst van Dacia kunnen verwachten. Nou, ik ga gewoon even alles langs. Een hele hoop zaken kun je zelf wel bedenken in ieder geval of we dat terug zullen zien op nieuwe modellen. Denk bijvoorbeeld aan hier. Wielen, ja, mooi, je kan er bijna je hand er doorheen steken. Wegenwacht niet meer nodig, niet meer voor een lekke band. Er zit namelijk geen lucht in, er gaat lucht doorheen door de band. Wat zien we hier? Stoelen. Die eigenlijk, als je die er vanaf haalt, kun je daar een slaapzak van maken. Dus dat is hartstikke leuk gedaan. Weet ik niet. Ja, het zou kunnen, in ieder geval misschien optioneel dat we dat terug zullen zien. Dit is wel in ieder geval mooi met met water. Kun je dit er vanaf halen. Leer zullen we niet snel meer zien. In Dacia modellen moet milieuvriendelijk ook zijn. Gerecycled plastic, 20% op een hele auto. Dat zullen we wel vaker zien, zegt Dacia. Zoals je ziet ook, de wielen staan helemaal op de hoek. Nou, dit is natuurlijk wel zo'n leuk elektrisch ding. Ja, als je elektrisch niks te bieden hebt, in ieder geval dan is het niet echt een nieuwe auto. Al zet Dacia ook wel flink in op LPG. 1 op de 3 Dacia's, verkochte Dacia's, is een LPG auto. Ja, ze zijn eerlijk gezegd ook wel een particulier merk. Staan derde in Europa qua particulier verkochte auto's. Ja, particulier en LPG, dan gaat dat beter samen dan de zakelijke markt. De achterkant is mooi. Hoe zeg je dat? Ja, dynamisch. Je kan namelijk hier je spullen op kwijt, je kan er zagen, boren, dat soort dingen. Je hebt een accu die je eruit kan halen om je boor op te laden. De bovenkant kunnen klepjes omhoog, kun je het spullen mooi in vastzetten. Maar ik laat je nog even interieur. Kijk. Hey, een smartphone. Is dat net als mijn Samsung? Lijkt er eigenlijk wel een beetje op. Maar eigenlijk een heel klein kubusje wat je daar ziet. Met de beveiligingsmeneer erachter natuurlijk. En dan gaan we even door elkaars video heen van een andere collega. Omdat ik jou even het interieur verder wil laten zien. Kijk, klein kubusje, klein schermpje. En daarnaast, Dacia zegt, jij hoeft helemaal niet heel veel schermen te hebben in een auto. Als je eigenlijk altijd al je eigen scherm bij hebt met de apps, met de Google Maps functionaliteit. Nou, GPS daarvoor. Ja, die zit in jouw telefoon, dus die hoeven ze hier niet te monteren. Dus zet je telefoon daarin, je hebt Google Maps, zet je aan en klaar. Het materiaal wat ze hierop gebruiken en wat ze daar zien, ja, je ziet het al, het pinnetje, dat is gewoon kurk met rubber. Dus je kan daar gewoon je landkaart opzetten, vast prikken en klaar. En dan zitten ze nog als laatste, is er aan de voorkant wel iets heel leuks even. Meld ik mezelf weer even in beeld, want ik kan het mooi. Kijk, hier, die daar. Eentje maar. Kijk, ga aan de andere kant. Waarom heb je er maar eentje nodig, zegt ze bij Dacia. Nou, waarom heb je er eigenlijk twee nodig? Als je met eentje ook van staat, je hebt natuurlijk ledjes, kun je mooi alle kanten op laten schijnen. Daarnaast kun je hem er ook eraf halen. En dan heb je gewoon een hele krachtige lamp. Dus ja, zullen we dat terugzien? Ik hoop dat wel. Toekomstige modellen, dat we een vooruit en dat soort zaken terug zullen zien. Maar het laat in ieder geval even goed zien waar Dacia mee bezig is en vul zelf maar in welke zaken we later kunnen verwachten. Ik hoor graag van je wat jij ervan denkt. Tot de volgende!